Pippi. Pippi. Meneer Nielsson, weet jij waar Pippi zit? We zoeken al een hele tijd, maar ze is niet te vinden. Dan wachten we maar. Ik wil haar in elk geval goeienacht zeggen. Ja, ik ook. Allemaal leeg? Er is geen brood in huis? Tommy, ik heb een idee. We bakken een cake voor Pippi. Goed, gaan we doen. Weet je wat? Ik maak het deeg klaar en jij steekt de oven aan. Ja, best. Wat is dat nou? Het is brandpen. Daar moet ik bij wezen, anders brandt Villa Kakelbond af. Daar heb je hamer en zaag bij nodig. Maar het hindert niet, ik bak wel wat. Waar die kinderen toch blijven? Ik maak me bezorgd. Wat zeg je? Dat ik bezorgd ben omdat de kinderen zo lang wegblijven. Ach, die zijn natuurlijk weer bij Pippi. Ja, dat doet er niet toe. Ze moeten op tijd thuis komen. Ja, dat wel natuurlijk. Allada. Ja, natuurlijk. Of dachten jullie dat we om 9 uur aten? Oh jee, is het werkelijk al zo laat? Ja, het is al zo laat. Als jullie nog 1 keer zo laat thuiskomen, mogen jullie voor straf nooit meer naar Pippi toe. Spijt ons, mama. We hebben vergeten op de klok te kijken. Nonsens, dat is geen excuus. Jullie komen telkens te laat. En nu is mijn geduld op. Ja, moppen toch ook altijd, ook als we op tijd zijn. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Mopper ik werkelijk zo vaak? Ach. Mag ik dan niet meer bezorgd zijn? Jawel. Jij zit maar achter elkaar te lezen. Wat is dat eigenlijk voor een boek? Vergeten jullie niet je tanden te poetsen? Dat boek heet Toen wij van huis wegliepen. Het is echt spannend. Vergeet je tanden niet te poetsen. Hebben jullie het gehoord? Ja. Die kinderen hier in het boek hadden het goed toen ze van huis weggelopen waren. En vergeet bij het wassen je hals en je oren niet. Ik loop ook nog weg. Je tanden poetsen, hals en oren niet vergeten. Ik kan het niet meer horen. Hallo. Goedemorgen, kleine witje. Lekker weertje, hè? Kom, kom maar. Kom jij ook goedemorgen zeggen? Zullen we gaan rijden? Wat dacht je ervan? Boterham? Graag, en een beetje worst. Oh ja, ga hem weg.
Is hij weg? Ja, schat. Hek. Vervelende beesten, hè? Hé, wat zeg je 's morgens als je aan tafel komt? Morgen. Zie je, dat komt er nou van. Of ontbijten of lezen. En daar hebben we Pippi. Goedemorgen, kind. Goedemorgen. Dag, Pippi. Pippi. Zo, nou moet ik weg, hoor. Anders kom ik te laat op kantoor. Dag, schat. Dag. Wees een beetje lief, hè. Ja, hoor. Pippi, wil je mee ontbijten? Nee, ik heb al 3 maal ontbijt. Dag, Annika. Kleine Witje. Dag, pap. Wat gaan we vandaag doen, Pippi? Dat kan ik jullie heel precies zeggen. Tommy en Annika bieden de aardbeienbedden. Wat? Alle aardbeienbedden? Net nou het zo fijn weer is, dat kunnen we toch later wel doen? Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Wat saai is visje zeker niet te bedenken, hè? Het is de hoogste tijd, anders worden de bedden verstikt. Nou, dan laat je ze bestikken. Met het mooie weer vandaag moet ik op mijn knieën rondkruipen en onkruid aantrekken. Dat wil ik... Oh, wat bezielt jou eigenlijk? Jij bent vandaag onmogelijk. En nu raap je die kam weer netjes op die je op de grond gegooid hebt. En je haalt nieuwe melk. En kijk niet zo zuur, anders wordt de melk dat ook nog. Jij zit dan ook altijd op me te mopperen. Je overdrijft, ik mopper niet altijd. Dat doe je wel. En daarom... Daarom zal ik op een keer van huis weglopen. Nou, dat doe je dan maar. Ik wens je succes. Geloof je me soms niet? Ik zal het je bewijzen. Wacht even, Annika. Ik ga mee. Dag, mama. En een groet aan papa. Ja, maar zoiets moet ik daar nou op zeggen. Wees blij dat je ze kwijt bent. Blijer om zijn? Ach, wat. Die menen dat toch niet echt. Ik ken mijn kinderen. Zeg, Pippi, geloof jij dat ze werkelijk weglopen? Nou, en daar hoeft u toch immers niet om te treuren? Opgeruimd staat netjes. Ach, jij bent harteloos, Pippi. Want jij weet niet wat het is. Een moeder is altijd bezorgd over haar kinderen. Dan is het nog het beste dat ik met u meega. Ja, dan kan jij een oogje op ze houden. Nou, vooruit. Als jij bij ze bent, heb ik rust. Hoort eens, mevrouw. Ja? Dan moet u op meneer Nielsen passen. Oh, goed, doe ik. Ik breng hem hier voordat we weggaan. Best, tot straks. Tot straks. Hoor eens, Tommy. Waarheen zullen we weglopen? Het beste vragen we Pippi of ze meegaat. Hé, hey, wat is dat nou? Ik dacht dat jullie al een hele eind op weg waren. Pippi, wil je niet met ons meekomen? Wat een onzin. Waarom zou ik weglopen? Ik heb toch geen reden? Ik heb toch geen aardbeienbedden? Ach, kom dan toch mee, Pippi. Anders is het niet half zo leuk. Ja, dat is waar. Kom toch mee, Pippi. Oké, ik zal meegaan. Dan gaan we nu boterhammen smeren. Dat is het belangrijkste als je wegloopt. En jij maakt me niet te schande, meneer Nielsen. Hi. Hallo. Ik kom meneer Nielsen brengen. Oh, ja. Geef maar, dan breng ik hem naar binnen. Ben je niet bang dat hij ook weg zou kunnen lopen? Nee hoor, zoiets doet hij niet. Tot ziens, meneer Nielsen. Oh, weer als jij niet netjes oppast, meneer Nielsen. Dag. Hoor eens, Pippi. Zul je ook goed op de kinderen passen? Zal ik doen, hoor. Maar u moet ook goed op meneer Nielsen passen. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Tot ziens. Tot ziens. Dat was de lichtkroon. Oh, mijn hemel. Kom eruit. Mijn gordijnen. Mijn mooie gordijnen. Meneer Nielsen. Dans toch niet over de piano, doen ze. Dat is onmogelijk. Heb jij ook geld meegenomen, Pippi? Wel, nee. Het is veel leuker om zonder geld rond te komen. Kan dat eigenlijk wel? Natuurlijk. De hele wereld zit vol mensen die geen geld hebben. En wat die kunnen, kunnen wij ook. Met geld is er geen kunst aan. Wie bracht er nog om werk? De zon schijnt op de vlindertjes, er staan bloempjes in het perk. Lui zijn is reuze fijn, lieve moeder, laat me gaan. Als ik terugkom, zal ik wel vlijtig zijn, daar kun je van op aan. Lui zijn is reuze fijn, of je geld meer zit of niet. Wie hem niet gelooft, moet naar school toe gaan, maar ik zing het hoogste lied.
Fijn, hè, om zo te rijden. Ja, dat wel. Maar als je alleen maar blijft rijden, dan beleef je geen avonturen. Dat weet je nooit van tevoren. Heel goed, we zullen maar afwachten. Stop! Kijk eens, een heel zootje aardbeien. Zeg, zijn dat geen dassen? Ja, zeg. Die heb ik nog nooit gezien. Alleen in mijn schoolboek. Dat je ze nou toch maar zo tegenkomt. Hè? Geweldig, hè? Muziek, muziek, muziek. Van maandag. Oh, goed, oh, hop! Gaan we nu naar rechts of naar links? Weet ik ook niet. We gooien kruis of munt. Heb jij een munt? Ja, mijn gelukspenning. Ziezo. We moeten die kant op. Hè? Dat lijkt helemaal geen leuke weg. Kunnen we niet die andere kant uit? Nee, dan wordt het muntje boos. Hé, ik geloof dat het dadelijk gaat regenen. Die kinderen uit het boek die weggelopen waren, hadden al door mooi weer. Waar moeten we vannacht gaan slapen? We zullen wel ergens wat vinden. Je weet toch, ik ben een geluksvogel. Achter die heuvel ligt waarschijnlijk een heel erg mooi slot. En de graaf en gravin zijn reuze blij dat we komen. Als dat een slot is, ben ik een gravin. Moeten we daar gaan slapen? Dat meen je toch niet, Pippi? Pippi, zonder paard zullen we niet ver komen. We zullen maar afwachten, heb ik gezegd. Denk je dat we Witje terug zullen vinden? Wel, nee, die loopt terug naar Villa Kakenbond en zet koffie zodat we het warmst krijgen als we terugkomen. Kom, hier kunnen we toch niet blijven.
Zeg, Pippi, ik ben bang. Ben ik zelf ook, Annika, maar daar merk je niks van. Hoor eens, daar speelt iemand. Ja, op een zingende zaag. Dat is vast een spook, Pippi. Dat klinkt eerder als een engel die uit de hemel is gevallen. Ik ben bang. Jij met je angst, ik ben nieuwsgierig. Ik wil weten wie daar zit. Tommy. Tommy. Kom nou, bangerd. Hallo. Hallo. Welkom. Ga op het bankstel. Of in een van de vele luie stoelen als je dat liever is. Ik neem liever de schommelstoel. Ook goed. Fijn zo'n schommelstoel, hè? Ja, heerlijk zeg. Waarom wordt het telkens zo licht? Och, het bliksemt af en toe. Hebben we hier geen last van? Vertel maar eens hoe jullie heten. Ik heet Koenraad. Hoe vind je dat? Zo leuk zijn onze namen niet. Ik heet Pippi en dat is Tommy en dat Annika. Oh, ook mooie namen. Annika schijnt nogal bang te zijn. Haar hart klopt zo luid dat je het hoort. Waarom ben je bang? Voor het onweer of voor mij? Voor alle twee. Tja, dat onweer is iets aparts. Daar kan ik niks aan veranderen. Maar voor mij hoef je niet bang te zijn. Ik ben marskramer en ik zou geen vlieg kwaad doen. En ik ben blij als de vliegen mij ook niks doen. Marskramer, hebt u gezegd? Wat is dat voor een vak? Nou, ik trek van dorp naar dorp en verkoop de boeren van allerlei. Wat voor dingen dan? Nou ja, zo allerlei. Ik wil raden wat je verkoopt. Peterseliemest en al zo'n spul waar oude tantes in trappen, hè? Peterseliemest, kind, weet jij veel. Ik zal je zeggen wat ik verkoop. Mijn succes is Koenraads kleefpasta. Wee het kind dat eens aan mijn lijm blijft hangen. Het komt niet meer los. Koenraads kleefpasta lijmt, plakt en kit alles. Voor het leven. Denk erom. Laat u mij ook eens proberen. Hier heb je een doos, hoor. Maar voorzichtig, anders zie je er nooit meer van loskomen. Koenraads kleefpasta of KKP is meer dan een gewoon plakmiddel. Het is een universeel middel. Knopen naait men niet meer aan. Men plakt ze eenvoudig met KKP vast. Wie een huis bouwt en KKP gebruikt, kan het alleen nog met dynamiet neerhalen. En wie 's winters KKP onder zijn zolen smeert, glijdt niet meer uit op glad ijs. Wie zijn kippen KKP voert, krijgt onbreekbare eieren. Haha, wie KKP in de auto heeft, heeft geen trekkabel meer nodig. Nee, Koenraads kleefpasta bereidt plakwerk voor de eeuwigheid. Zeg maar ja tegen mijn pasta. Wat nou? Pippi Lot. Kaps. Pippi Lotte. Victualia. Dat mijn lijm goed is, wist ik al lang. Maar dat hij zo goed is, is zelfs voor mij nieuw. Kaps. Jolle heet je op sa. Tommy, Annika, kijk eens. Ik ben hier! Oh. Die kleefpasta is werkelijk van voor Max! Pippi, laat hem niet opdrogen, dan blijf je daarboven hangen. Dan moeten ze je eten komen brengen met een ladder. Wees maar stil, ik maak zo een noodlanding. Opgepast! Met die lijm aan handen en voeten kun je overal rondlopen als een vlieg. Jongen, wat een weer toch. Stel je voor dat we helemaal geen weer hadden. Ik vind het trouwens fijn als het bliksemt en dondert. Vind ik ook geweldig. Het vuurwerk. Hou jij er ook van, Annika? Nee, ik vind het griezelig en ben bang. Waar ben jij eigenlijk niet bang voor, Annika? Baby, ik heb reuze honger. Ik ook, Tommy. Nou gaan we eten. Hé, wat is dat nou? Ik kom hier niet meer weg. Nou zit ik met mijn baard in mijn eigen pasta vast. Au! Au, wat doet dat pijn. Voor de eerste keer heb ik spijt dat mijn kleefpasta zo goed is. Au. Je moest je schamen om zo te lachen, Tommy. Wie heeft mijn Koenraads kleefpasta op de vensterbank gesmeerd? Oh, dat was ik.
Oh, leuk is dat. Vertel me liever maar eens hoe ik weer loskom. Ik ben heel sterk, Conrad. Misschien krijg ik je los. Ja, ja, dat is erg aardig van je. Als mijn baard maar niet blijft plakken. Voorzichtig. Dan knippen we hem af. Ja, ja, ja. En dat is altijd nog beter dan levenslang met een vensterbank in je baard rond te lopen. Die lijm is goed. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Hier zit nog een haartje. Hier, zie je? Knip maar af. Op jullie gezondheid. Ah. Echt gezellig hier, hè? Ja. Die worst is geweldig lekker, Conrad. Ja, niet waar? Geef mij nog maar een boterham, Pippi. Mm-hmm. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus jullie zijn weggelopen. Net als je het goed bekijkt. Hoezo? Ben jij uit de gevangenis ontvlucht? Nee, dat niet, Annika. Het zit zo, als ik te lang op één plaats blijf, dan ga ik me vervelen. Dan loop ik eenvoudig weg en kijk uit naar een plekje waar het me beter bevalt. Hekel aan de mensen. Nee, dat niet. Maar ze vervelen me zo gauw. En hoe is het met jullie? Waarom zijn jullie hier? Ik geloof dat ik uw oren eens flink moet wassen. Het is de hoogste tijd. Nee, dankjewel. Dat is heus niet nodig. Ik heb ze pas net een jaar geleden gewassen. Kom, neem jij de deken, Tommy. Ik heb het niet koud, omdat ik een dik jasje aan heb. Zo. Dank je. Goeienacht. Goeienacht. Welterusten. Nee, lieve Annika, jij zult mijn oren niet wassen. Als jij wakker wordt, ben ik al lang verdwenen. Conrad, kom dadelijk terug. Conrad! Je hebt je oren nog niet gewassen. Die houdt zich doof. Die zien we zo gauw niet terug. Maar zijn lijm is er nog. Dat is prima. Pippi, de weg loopt hier door. Wat doen we nou? Het beste lopen we naar de kruising terug. We gaan zo verder als het muntje bepaald heeft. Ja, maar... Geen maar geen zuchten, Annika. We gaan verder, ook al is er geen weg.
Hier komen we toch niet verder? Laten we afwachten. Ik maak het touw alvast klaar. Gooien jullie de rugzakken naar beneden? Dan laten we ons zakken. Hé, hey, Pippi. We hadden Koenraads kleefpasta moeten meenemen. Dat is waar. Maar zo gaat het toch. Pippi, als een van ons uitglijdt, vallen we alle drie naar beneden. Wel nee, Annika. Ik plak als een bloedzuiger aan de berg af. Dat is onzin. Koenraads pasta was me nu liever. Als het naar mama ging, zouden we nou onkruid bieden. We hebben alles opgegeten. Dan wordt het morgen ook mooi weer. Toch is nog niet alles opgegeten, Annika. Nu nog iets na. Leugenverhaaltjes, Pippi. Ik lieg niet. Ik zal laten zien hoe ik het gedaan heb. Doe niet zo stom, Pippi. Ik geloof je wel. Het is niet half zo gevaarlijk als het eruit ziet. Pippi, dat mag je niet. Hou je mond en zing een liedje. Geef me de deksel aan. Wat erg. Annika, we gaan kijken waar ze landt. Thank you.
zien? Nee, ze is verdwenen. In die waterval komen draaikolken voor die alles omlaag zuigen. Alle dagen, alle dagen. Zijn we vrolijk en daar maken wij muziek, muziek, muziek. En nu komt Pippi Langkous. Ik ben een beetje ver doorgevaren. Tommy, Annika! Chill op. Die Pippi zien we vast nooit meer terug. Zeur toch niet zo, Annika? Natuurlijk op de andere oever geland. Ja, dan moeten we zien dat we er ook overkomen. Jongens, wel vervelend. Tommy! Annika! Vinden we vast een plaatsje waar we kunnen slapen. Annika, vlug, kom eens hier. Kijk nou toch eens. Die zou ik graag aaien. Ik ga nou toe. Hier blijven, Annika.
Die jonge eland is bang voor mensen. Waar zit Pippi toch? Ik heb je wel gezegd, we vinden er niet meer. Zonder haar zullen we zeker verhongeren. Mm-hmm. Dit zijn de laatste boterhammen. En mijn doodmoe, Tommy. Laten we ergens gaan slapen. Daar, onder die dennenboom. Ik ben zo moe. Ik ook. Wil je daarheen teruggaan? Ja. Hé, hey, ben je nog gek, Pippi? Je kunt toch niet slapen met Tommy en Annika ronddwalen? Kom meteen opstaan, Pippi. En opstaan. Warm en beschut. Kom maar. Hebben jullie Tommy en Annika gezien? Oh ja, jullie kennen ze niet eens. Ach, die zijn natuurlijk de rivier gevolgd. Die haal ik nooit meer in. Nee, daar staan fietsen. Die heb ik net nodig. Nee, dat zal ik toch maar niet doen. Zou het nog ver zijn naar huis? Zeker nog een paar duizend kilometer. Daar zullen we nog heel wat weken over moeten lopen. Oh, voordat we thuis komen ben ik verhongerd. Ik voel me al echt beroerd. Wat voel jij daaruit? Oh, niks. Wees maar niet bang. Ik heb alleen een fiets nodig om mijn vriendjes te zoeken. Hoezo zoeken? Heb jij je vriendjes verloren? Ja, ik moet de hele buurt afzoeken en daarvoor heb ik een fiets nodig. Vervelend is alleen dat ik geen geld heb. Ik vind het niet. Pik maar wat mee. Het is toch allemaal oud roest. Daarna zou ik appelgebak nemen. Wanneer we thuis gebleven waren, hadden we het gehad. Kom nou, dat is toch geen manier om de straat zo te blokkeren.
juichen tegen zwellen. Zeg eens, Pippi, hoe heb je nou zonder wielen kunnen fietsen? Zitten er geen wielen aan? Ha, dat heb ik niet eens gemerkt. Dat is toch ook wat? Oh, Pippi, ik val om van de honger. Ja, ik ook. Nou, dan moeten we zien dat we aan geld komen. Wij zijn drie arme, brave sparers die moeten sterven. En wij zullen vast van honger heel binnenkort moeten sterven. Onze weg is nog zo lang, daarom vragen wij u bang. Geef ons toch in onze nood geld voor brood. Wij zijn klein en koud als steen, altijd eenzaam en alleen. Daarom helpt ons in de nood, geef ons brood. O, wat hebt u het toch goed, u weet niet wat. Hé, wat moet dat gejengel? Hou je mond! Een mens kan niet rustig slapen. Maak dat je wegkomt en duvel op. Hij maakt zich alleen maar kwaad. Ja, tot scheldend van de straat. Jullie moeten verdwijnen, heb ik gezegd. Geef mij ook de andere schoen in plaats van boem. Kijk, zij doet het ook nog. Mooie schoenen zijn dat. En precies mijn maat. Zeer bedankt, boze oom. Ik had juist dringend schoenen nodig. Hou je brutale mond en laat die schoenen liggen. Ben je hardhorend? Ik wil mijn nieuwe schoenen hebben. Breng ze terug. Hoezo dan? Je hebt ze toch weggegooid? Als je ze terug wil hebben, moet je het maar halen. Ik ben bang. Waarom nou weer? De trein is nog altijd het veiligste verkeersmiddel, Annika. Ik vind het heerlijk om zo te reizen. Jij niet? Ja, het begint ook wel leuk te vinden. Ik vind het geweldig. Zo wil ik altijd reizen tot deze zomerwind. En al de bomen buiten. Wat ik zo machtig vind. De margieten bloeien, die wintergele pracht. Zomernacht. We staan uw jongen roepen om moeder met haar buit. De bijen zuigen honing en zwermen mijlen uit. De bonte vlinder ademt behagelijk in de zon. De wespen zouden stinken als ik die wespen kom. De kwaaie muggen steken de kinderen in hun vel. We derven alle vreugde, wat denken die toch wel. En ik stik steeds mijn neus recht in de zomerwind. En weet dat ik zo iedere dag een avontuur weer vind. O jee, kijk eens, Pippi. Daar komt de tunnel nou in. Wat doen we nou, Pippi? Laat op je buik liggen, jongens. De zomer is het warmste, dat merk je 's winters pas. Want in de kou bedenk je hoe fijn het zomer was. Oh!
neem me niet kwalijk, kunt u me zeggen hoe laat het is? Hallo? Hallo? Die heeft geen horloge. Goedemiddag. Of wat heeft u? Kan ik u helpen? Bent u niet goed misschien? Nee, ik heb geloof ik een spook gezien. We zijn thuis. Brrr. Hey, steek dan niet steeds modder in je mond, Nielsje. Papa, weet jij wat je op je wagen hebt? Tuurlijk weet ik dat. Tooi heb ik erop, wat anders? Ik heb een wagen volgeladen voor mijn kleine kinderen. Wat? Wat hebben jullie daar te zoeken? Hoe komen jullie daar boven? Waar zijn jullie vandaan? Nou ja, we moesten plotseling overstappen en konden u niks vragen. Maar toch hartelijk bedankt. Hou op, mij bedoel je niet. Ik heb zelf een troep kinderen. Wees blij dat we meegekomen zijn. We kunnen je kinderen fijn zoet houden. En ook jij kunt plezier in ons beleven, hoor. Ik denk dat die boer ons niet mag. Wat? Dat zullen we dan eens zien. Zeg, Horus, mogen we in je schuur overnachten? Nee. Maak dat je wegkomt. Ik heb genoeg kinderen op het erf. Oh, meneer, dat zijn toch hartstikke leuke jongens. Alleen dat kleintje, dat moet nog leren lopen. Maar dat knap ik wel op, hoor. Horus, kleine wolkenman. Kom eens met tante Pippi. Ja? Wat zeg je? Pa. 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 Een kleine schatje. In orde. Je kunt hier overnachten. In het hooi, hè? Oh, dat is aardig van u. Hartelijk bedankt. Oh, dat is goed, maar morgen vroeg ga je verder, hè? Ja, natuurlijk. Hoe heet jullie, vlaskoppen? Ik heet Kalle en dat is Oele. En dat is Frans. En hij heet Lasse. En die kleine daar, hoe heet die? Niels August, maar wij zijn gepissenisse. Zegt dat moesten we jullie brengen. Jullie mama heeft prima ideeën, zeg. Oh, en vers uit de oven. Wat heb ik daar een zin in. Jullie mama is werkelijk iets apart. Lekker, zeg. Kalle vloekt nogal en dat wil mama niet.
Malle klikspanen doe jij toch ook? Je mag niet vloeken. Ha, zeg, dat is tegen Jonas. De kapitein die ik in Yokohama ontmoet heb. Die heeft zo gevloekt een wit hete tong uit zijn mond schoten. En schelden deed hij zo lang en zo verschrikkelijk. Sommige mensen vielen gewoon dood om. Oh. En jij, Pippi, ben je ook gevallen? Nee, ik val niet. Zeg, ik weet een heel gevaarlijk scheldwoord. Moet ik het zeggen? Mm-hmm. Ik zeg het in je oor. Vanwege de kleintjes. Ik versta niks, het kriebel. Dan zeg ik het nog een keer. Het is werkelijk erg, Tommy. Wil je ook mijn ergste horen? Oei, dat is ook niet niks. Die moet ik beslist onthouden. Ik weet ook wel reuze goed scheldwoord. Nou, maar dat is ook een flink hoor. Weet jij er ook nog één? Kleintjes weten dat nog niet. Wel, ik kan al iets met verdomd en zo zeggen. Laat eens horen. Wel, verdomd. Ik wil weg. Ik wil naar mijn mami. Huil jij soms omdat je niet schelden kunt? Ah, schatje, je leert het nog wel hoor. Je hoeft toch niet te kunnen schelden? Maar ik kan het. Wil jij het horen? Tuurlijk, zeg maar op. Ik wil toch weten wie het beste kan schelden? En, wie was het beste? Annika had het verrukkelijkste scheldwoord. Zeg het dan eens. Ik kan hier toch niet de lucht verpesten waar we willen slapen? Wacht, ik maak het luik open en roep het in de stal. Mama teruggaat. Zo, je wil Kijk, je hebt mijn spaarvarken. Wat, wil je niet op hem lijken? Dat gaat ook niet. Je bent een vies. Ik zal je eens flink afdoen. Hé, hey, maak niet zo'n drukte. Je moet er toch netjes uitzien? Een warme hand, hè? Worden je koude pootjes weer eens warm? Annika, ontbeten! Hierboven ben ik! Dank je. Ik heb reuze honger. Wat is het? Koude kip en verse pannenkoeken heb ik allemaal van de boerin gekregen. Lekker. Kalle, wacht nou op ons!
zijn alle drie weg. Die hadden ons toch zeker wel goede dag kunnen zeggen. Oh. Met die Pippi weet je nooit hoe je het hebt. Precies, dat is een hele rare vogel. Wie pannenkoek voor zijn ontbijt krijgt, moet ook een rare vogel zijn. Vooruit, jongens, kom boven. Als jullie niet te gulzig zijn, dan mag je allemaal een stukje proeven. Oh, dat is papa. Hou stil. Die wordt boos als hij ziet dat we op het dak klimmen. Oh jee, hij gaat naar de wei. Aan de andere kant staat de stier, die heeft zijn sik losgerukt. Papa ziet hem niet. Nou en? Die stier is erg gevaarlijk. Papa! Let op! Zijn jullie gek geworden? Kom beneden. Dat dak houdt dat niet uit. Wat jullie daar doen is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk is dat wat jij dat doet. Draai eens om. Als je hem hebben wilt. Oh, dat bestaat toch helemaal niet? Meent u dat echt? Ja, hij is voor jou. Maar meenemen kun je hem niet. Je moet wel hier komen en er hier mee spelen. Tommy, Annika, die auto is niet van mij. Ik heb hem cadeau gekregen. Hartelijk bedankt. Ja, dat is wel goed. Schip klaar om uit te varen. Oh. Zo, weg met die rotzooi. Beslist niet. Nee, maar als we Koenraads kleefpasta erin doen, dan gaat het.
begin ik. Hoera! Kinderen mogen niet alleen chaufferen, dat weten jullie toch? Ja, dat weten we, maar dat geldt niet voor Pippi Langkous. Die mag alles. Remmen, Pippi. Gaat veel te hard. We hebben niet eens een rem. Met Koenraad kleefpassen schieten we lekker op, hè? Heerlijk, net de maanraket. Nou, die Koenraad heeft vast dynamiet in zijn pas doorgestopt. Hé, hey, stop eens even. We hebben een rugzak verloren. Ik pak hem. Neem het stuur over. Pippi! Pippi! Trap op de rem, Tommy. We hebben geen rem. Dat weet je toch? We zijn over het bos heen. Voeten steeds aan het stuur. Kom uitstappen! We komen eraan. Nou,
zijn precies aan de oever geland. Op zijn koppie. Kun je niet leren, dat moet je kunnen. Tjelop? Tjelop? Boe? Ik kom, Pippi. Ja! Tjelop? We houden een zwemfeest. Ja, spring in de bak. Goed, Pippi, we moeten ons wassen. Ik denk er niet aan, te vaak wassen is ongezond. Kom nou zwemmen, Annika. Nee, ik ga hem eerst wassen, dat is belangrijker. Ha, of ik mama hoor. Je hebt een netheidsvervliering, jij. Dat is niet waar. Denk maar eens hoe lang we ons al niet meer goed gewassen hebben. Dat kan je toch straks doen, hoor? Nee. Tjalla. Annika, je bent weg te spelbreken met je mannen wasbeurt. Kom liever hier en doe mee. Ja, doe nou. Je moet je elke dag op zijn minst 2 maal wassen en je tanden poetsen. We hebben niet deze tandenborstel bij ons. Ah, ga toch op. Vanwege dat eeuwige tandenpoetsen en orenwassen zijn we immers van huis weggelopen. Waarom? Pippi, Tommy, wassen, kom hier. Ga zitten. Hè? Houd de zeep vast. Auw, zie je me nog erger dan mama? Praat niet zoveel, zit nou stil. Ja, zo fout ben ik niet eens. Hey, hou maar op, Annika. Je smeert zeep in mijn ogen. Als je groot bent, ja, Annika, dan begin je zeker een wasserij, hè? Nee! Hey, hou nou maar eens op. Je moet mijn hele huid stuk. Ik hou niet op voordat je helemaal schoon bent. Zo. Nee! Hier, Asjo, let goed. Einde van het zwemfeest. We hebben geen auto meer en moeten verder lopen. De kleren? Iemand heeft onze kleren gestolen. Ja, en ik weet ook wie. Die daar. Mij kan zoiets niet gebeuren. Ik zwem altijd aangekleed. Wat moeten we nou doen, Pippi? We kunnen toch niet naakt als we zijn verder gaan? Hallo, hebben jullie niet een paar lege zakken die ik mag hebben? Och, als je een uurtje wachten kunt. Onder die hoop liggen zeker een paar lege zakken. Heb je er wat op tegen als ik je een beetje help? Misschien lukt het ons dan sneller. Ga gerust je gang. Hier komt Pippi lang, koud je leed, je lood, je loopt. Ja, hop! Zeker een bedevaart. Hé, hey zeg, waar komen die gekke vogels vandaan? Het zijn kinderen uit Egypte, maar dat begrijp jij niet. Daarvoor ben jij nog te klein. We moeten zien dat we ergens geld voor nieuwe kleren krijgen. Ja, ik loop niet langer in die oude zak rond. Dan moest ik maar met zingen proberen. Dan moeten we een paar treurige liedjes bedenken. Nog treuriger dan de van laatst? Wij zijn eenzaam en alleen. Die moeten zo treurig zijn dat alle mensen tranen met tuiten huilen. Vooral moeten ze heel prima gezongen worden. Dat doe ik wel. Ik verzin een lied dat de honden geen brood van lusten. Daar kun je van op aan. Kijk die arme kinderen aan. Ze hebben zelfs geen kleren aan. Kijk die arme kinderen aan, ze hebben zelfs geen kleren aan. Ze dragen ruwe zaken, ze hebben ook geen ouders meer. Ze kwamen uit Egypte weer en lijden hier zozeer. Hun leven is verprutst en toch zijn ze goed gemutst. Dus... Leren, 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 leren
was vast niet treurig genoeg. Of de mensen zijn te gierig. Kleine hadden ze het waarschijnlijk niet. Niet eens genoeg voor een halve hemsmouw. Dan ga ik wat doen wat ze zich zullen heugen. Hallo, hallo, dames en heren. U zult u iets te zien krijgen wat nog niemand gezien heeft. En zonder entree te betalen. Ieder betaalt zoveel als hij wil en als hij kan. Wie wat geeft is goed en wie niets geeft is niet goed. Komt en ziet de beroemdste koordanseres van de wereld. Pippi Lantan, Victualia, Lekloos. Allee, allee, het spel begint. Dan zullen uw haren de bergen rezen. Neem eerst nog een kalmeringspilletje. Bravo! 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 Hebt u iets over voor de artiesten? Een kleinigheid, alstublieft. Dank u. Wie niets geeft, moet zijn ogen dicht houden. Dank u. Kleinigheid, alstublieft. Dank u. Dankjewel. Alstublieft, dank u. Meneer, wilt u niet ook iets geven? U heeft toch genoeg? Huh? Geeft u iets of doet u ogen dicht? Oh, ja. En nu ga ik op het koor. Maar jullie kunnen rustig doorgaan met betalen. Oh. Zoiets kan de politie toch niet toelaten? Oh. Oh. Oh, kind, kijk uit. Gaat gewoon zitten. Dat geloven jullie niet, hè? Wees niet bang, er komt nog meer. Even rustig kijken. Maar mijn grootmoeder was nog veel beter. Die kon zelfs op het koor dansen. Eén keer hebben een paar grapjassen een koord van de kerktoren tot aan de stadhuistoren gespannen. En toen zeiden ze tegen mijn grootmoeder... Daar waag je je beslist niet op, oma. Dat zullen jullie zien, antwoordde grootmoeder. En met haar 90 jaren stapte ze op het koord en danste de tarantella tussen de torens. En tegelijk dronk ze koffie. Ze had haar kopje meegenomen, heet en zoet. Ja, zo was mijn grootmoeder. Toen ze 5 uur boven was, riepen de mensen, kom beneden, we weten nu dat je het kunt. Maar ze bleef boven en peuterde doodbedaard met een grote teen in het neus. Het valt niet mee met je grote teen in je neus te pulken, terwijl je op het koord staat. Zo, en nu ga ik dansen. Oh! Hey, wat is hier aan de hand? Wat is dit voor een samenscholing? Mag ik even? Wat gebeurt hier? Alle koordansers moeten een vergunning hebben. Waar komen jullie vandaan? Wij komen van thuis. Zo, zo. En weet die ouders wat je hier uitvoert? Aha. Ik zal me daar eens mee bezighouden. Dat moet dus onderzocht worden. Neemt u maar wat u nodig hebt. Als het niet genoeg is, hier is toch meer. Laat je nu eens bekijken. Dat is toch leuker dan die oude zakken, hè? Mm-hmm. Dag, je vrouw. Dag. Ogenblikje, beste jongens. Nu zullen we serieus moeten praten. Het lijkt me wel het beste dat jullie meegaan naar het bureau. Waarom? Ongeoorloofd koordans is verboden omdat het levensgevaarlijk is. Jai, 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 jai. Ik zal me met jullie ouders in verbinding stellen en de zaak onderzoeken. Hopelijk duurt dat in verbinding stellen niet een eeuwigheid. Je moet niet verdrietig zijn, maar jullie moeten even hier blijven. Ik moet namelijk vaststellen of jullie geen landlopers zijn die van thuis zijn weggelopen.
Dat duurt natuurlijk eventjes. En zo lang moet ik jullie hier opsluiten. Ja, helaas. Ik doe het niet graag, maar wat moet, dat moet. Anders ga je er nog vandoor en ben ik het haasje. Ja, sluit ons dan wel goed op, want die twee zijn al wie weet hoe vaak uitgebroken. Goed dat je me dat zegt. Hier heb je een zuurtje. Dank je. Je bent een goeie. Nou, en jullie krijgen ook een snoepje. Willen ja, jullie? Graag. Zo. Dank u. Dank u. Zo. Goeienacht. Welterusten. Goeienacht, zie. Ja, tot ziens, dat zeker. Die ziet ons vast niet terug. Jammer. Er was zo'n aardige agent. De snoepjes, Pippi. Die laten we hier. Misschien komen hier nog andere weglopers terecht. Tommy, Annika! Hoeveel uren lopen we nu alweer? Al even. Ik heb al pijn in mijn voeten. Ik ben moe en ik heb honger en ik heb het koud. We hadden in de gevangenis moeten blijven. Het allerbeste waren we gewoon thuis gebleven. Ja. Hé zeg, dat is toch Koenraad? Ja, wat rempel. Het is eigenlijk geweldig dat we hem hier vinden. Hij ziet er echt aardig uit als hij slaapt. Hoe zou ik eruit zien als ik slaap? Zal ik je vertellen? Dan zie je eruit als een kind dat slaapt. Mm. Wat is dat? Kinderen, toch wat een verrassing. Jullie zijn het. Wat een geweldige verrassing. Annika heeft gezegd, je bent aardig als je slaapt. Koenraad? Ja? Heb jij wat te eten? Nee, jullie ook niet. Nee. Ja, zo gaat het als je reist en trekt. Soms heb je wat en soms ook niet. Maar je komt altijd verder. Mm. Oh, dat is een mooie bezem. Zo'n heb ik altijd al willen hebben. Hey. Die neem ik mee naar huis. Het wordt tijd dat ik Villa Kakelbond weer eens grond eraan veeg. Zeg, Pippi, als jij een heks was, kon je erop naar huis rijden. Goed idee. Je zou ook op dat paard kunnen rijden dat eraan komt. Zeg, dat is onze kleine windje. Ja, dat is ja, een kleine windje. Ja, ja. Tot ziens. Komt hij ons in Villa Kakelbond bezoeken? Natuurlijk doe ik dat. Dan komen we al uw potjes kleefpasta op. Ja, Koenraad kleefpasta. Sorry, maar zonder... we moeten nu weggaan. We zien je gauw terug, hè? Oké, kleine. Je mag de pasta niet vergeten, ja, hoor. Ja, vergeet niet. Tot ziens. Koenraads kleefpasta lijm plakt en kleeft alles. Wat een bof dat je gekomen bent. Lieve kleine witje, ik ben toch zo blij. Zeg, hoor je dat? Ik geloof dat de kinderen terugkomen. Ja, ze zijn het. Hallo, hallo, mama, papa, we zijn er weer. Hallo, kinderen. Annika, eindelijk. Oh, jullie stouten. Kom, laat me je omhelzen. Oh, ik ben toch ik zo ben blij, zo jongen. Ik ben geweest, maar nu is alles weer goed. Ik ook. Ik wil je nooit meer kwijtraken. En ze waren maar een paar dagen weg. Ik geloof dat ik nog gek word. Kom eens hier, jongen. Ben je blij dat Pippi er weer is? Die kinderen. Eet, kinderen. Er is genoeg van alles. Wil jij niet ook wat eten, Pippi? Ja, maar het kleinste wasje dat erbij is. Ik moet eens kijken of Villa Kakelbond er nog staat. Hartelijk dank voor alles, Pippi. Graag gedaan. Dag. Tot ziens, Pippi. Dag, Pippi. Dag, hoor. Dag. Zeg, moeten jullie horen? Wat Morgen is er? Haal ik het onkruid naar de aardbeien. Dan hoef ik lekker niks te doen. Welterusten, lieve Annika. Nou, en hoe is het, hè? Prettig weer in je eigen... Oh, zeg. Goeienacht, hè. Slaap lekker. Morgen vertel je ons alles, hè. Ja, hoor. Goeienacht, Annika. Goeienacht. Welterusten, hè. Dank je, jij ook. Goeienacht, dag. Tommy. Nacht, mama. Oh.
in je bed te liggen. Het spijt me toch zo dat die arme Pippi geen ouders heeft. Ja, mij ook, Annika. Hoor je? Het regent nu niet meer. Nu we dan weer thuis zijn, heeft het opgehouden. Wat is dat? Pippi, dat is toch onmogelijk? Weet ik. Ik heb nog te weinig geoefend. Wacht maar morgen, na het onkruidwieden, dan begint het pas goed. Dan zullen jullie nog eens wat beleven. Ja, maar Pippi, een bezem kun je toch niet vliegen? Je ziet toch dat het kan, Annika? Wel te rusten en droom maar fijn van onze avonturen.